kijkers, welkom terug. Vandaag ga ik weer een energiedrank proeven. Even vroeger als normaal, maar dat komt omdat ik mijn koelkast moest legen. En dan komt het weer heel mooi uit. Het is nogal een vrij groot blikje. En vandaag wordt het de Rockstar Energy & Juice. Een mooi opvallend blikje. Mango, orange en passion fruit. Het blikje suggereert dat het van traanplaat gemaakt is. Ik betwijfel of er een echte rockstar dat ook echt in zijn huis heeft. Lijkt me niet erg handig met schoonmaken. De ingrediënten, als u ze lezen kunt. Neem alle tijd. Is dit drankje ook een rockstar waardig? Ik kan me herinneren, de vorige viel erg tegen. Dat bleek achteraf toch weer een Red Bull te zijn. Ik heb hier ietsje hogere verwachtingen van. Blikje ook eens, is ook ietsje mooier, vind ik zelf. Maar goed, de inhoud nu. Daarvoor moeten we eerst even openmaken natuurlijk. Natuurlijk wordt er even geroken. Nou, de geur te ruiken belooft het heel wat. Het is lekker zoetig, zou ik zeggen. Fruitig en zoetig. Nou, de kleur zal iets van de oranje zijn, denk ik. Ja, dat zie je wel. Nou, weer een puntje mee. Nu de smaak nog. Ik zou zeggen, proost. Ja, aan mijn stem te horen klinkt het alsof ik een beetje teleurgesteld ben. Hè? Maar dat ben ik niet. Eigenlijk is deze heel lekker. En ik kan me zo voorstellen als je een rockstar bent. En je staat zo op, 's morgens vroeg of later in de middag. Dat je in plaats van een orange juice deze Rockstar Juice en Energy drinkt. Kan ik me zo voorstellen. Want zo fruitig is die namelijk. Het is geen sap. Maar hij smaakt wel fruitig als andere energiedranken. Fruitiger dus. Kunt u het nog volgen? Ik hoop het van wel. Kort samengevat. Een lekker fruitig drankje. En toch weer een energiedrank. Dit was Client Angelus. Met een Rockstar Star Juice energiedrink. Ik wens u nog een fijne avond. Of als u pas wakker bent,
Goedemorgen. Ik kan nu gelijk beginnen aan de Rockstar. Dag.